Als we op zoek gaan naar een antwoord op de vraag hoe lichaam en geest samenhangen, dan moeten we daarbij op zijn minst de wetenschap serieus nemen, omdat dat onze beste manier van kennis verwerven is. Die posities die ingaan tegen de kennis die door de wetenschap verworven is, dienen we dan ook te verwerpen. Vandaar dat we het substantiedualisme van Descartes en het idealisme van Berkeley niet kunnen accepteren. Maar ook de geest dient serieus genomen te worden. Het behaviorisme, zoals we dat bij Ryle aantreffen, is een positie die volgens velen de geest feitelijk uit de theorie laat die juist over de geest zou moeten gaan. Wat we willen is een theorie die dus zowel de geest als de wetenschap serieus neemt. De eerste theorie die dit doet is de identiteitstheorie. De identiteitstheorie is een versie van het fysicalisme. Volgens de identiteitstheorie zijn mentale toestanden identiek met bepaalde hersentoestanden. Om dit goed te begrijpen moeten we weten wat we hier met identiteit bedoelen en wat zeker niet. Ondanks dat het om de mentale toestanden van personen gaat, heeft de identiteit hier niets te maken met wie je bent. Het heeft niets met persoonlijke identiteit te maken. Het gaat hier om kwantitatieve of numerieke identiteit, wat we kunnen onderscheiden van kwalitatieve identiteit. Als je twee merken koffie hebt, dan kunnen die net zo lekker zijn. Je proeft geen verschil tussen een kopje koffie van merk 1 en een kopje koffie van merk 2. De beide merken zijn kwalitatief identiek. Maar numeriek zijn er twee verschillende merken. Die numerieke of kwantitatieve identiteit heeft betrekking op slechts één ding waar we op twee manieren over kunnen praten. Zo zou je kunnen zeggen van iemand dat hij Socrates is. Het kan dan later blijken dat hij de man van Xantippe is. Beide beschrijvingen, Socrates en de man van Xantippe, verwijzen naar hetzelfde ding, die ene persoon. Socrates is identiek aan de man van Xantippe. Zo zouden mentale toestanden identiek zijn aan bepaalde hersentoestanden. Identiteitstheoretici nemen de wetenschap serieus en accepteren geen metafysische nonsens als mentale substanties of God. Een van de principes waar zij zich aan houden, en wat voor Jack Smart een reden is om te denken dat de identiteitstheorie correct is, is het schermis van Occam. Het schermis van Occam is vernoemd naar William of Occam en zegt dat je niet zonder noodzaak zaken moet postuleren in je verklaring. Als je je afvraagt waarom iemand een auto-ongeluk heeft overleefd, dan kan je daar twee verklaringen voor opstellen. De eerste zegt dat de persoon het ongeluk heeft overleefd omdat hij een goede airbag had. De tweede verklaring zegt dat hij het heeft overleefd omdat hij een goede airbag en een goede beschermengel had. Beide verklaringen zijn net zo goed, maar de eerste postuleert minder dingen en dus verdient die verklaring onze voorkeur. Als we nu teruggaan naar het lichaam-geestprobleem, dan is het spaarzamer om alleen hersentoestanden te postuleren om menselijk gedrag te verklaren en niet ook nog los daarvan mentale toestanden. Mentale toestanden bestaan wel, maar zijn dus eenvoudigweg identiek met bepaalde hersentoestanden. De identiteitstheorie staat ook wel bekend als reductionistisch materialisme, omdat mentale toestanden gereduceerd worden tot hersentoestanden. Er treedt dan vaak een vreemde denkfout op bij de tegenstanders van de theorie. Als mensen horen dat sommige filosofen mentale toestanden reduceren tot hersentoestanden, dan zijn ze van mening dat dat betekent dat mentale toestanden niet bestaan. Dan zou de identiteitstheorie dus onjuist zijn, omdat het evident is dat mentale toestanden wel bestaan. Maar het tegendeel is waar. Als we aan kunnen tonen dat mentale toestanden te reduceren zijn tot bepaalde hersentoestanden, dan zijn die mentale toestanden dus echt, want ze zijn identiek aan echte hersentoestanden. Pas wanneer mentale toestanden niet te identificeren zijn met hersentoestanden, moeten we ze elimineren. De identiteitstheorie is de eerste theorie die zowel de geest als de wetenschap serieus neemt. Daarmee is de theorie een goede kandidaat om ons uit te leggen hoe de geest in de rest van de fysische wereld past.